Voordat we verder gaan met het installeren van WooCommerce, het instellen van WooCommerce en verder de technische wereld van WooCommerce induiken, wil ik eerst nog eventjes inhaken op de fysieke aspecten van een webwinkel. De achterliggende organisatie, de logistiek en het concept van jouw webwinkel zijn van essentieel belang van wat voor een thema we bijvoorbeeld gaan kiezen, maar ook hoe we WooCommerce gaan instellen. Dus dit zijn zaken die voordat wij WooCommerce gaan vormen naar onze eigen wensen, heel erg duidelijk moeten zijn. Nou, wat zijn bepaalde zaken waar je dan aan moet denken? Deze zaken lijken misschien voor de hand liggend, maar zorg ervoor dat je van tevoren deze heel duidelijk in beeld voor jezelf hebt gebracht. Het essentiële ingrediënt van de webwinkel zijn natuurlijk de producten die je gaat verkopen. Zijn het fysieke producten die je gaat verkopen? Zijn het digitale producten die je gaat verkopen? Of zijn het fysieke en digitale producten die je gaat verkopen? En als dit fysieke producten zijn, dan heb je natuurlijk ook een opslagruimte nodig. En wat gaan dan je voorraden worden? En hoe ga je deze voorraden beheren, categoriseren? Oftewel, hoe zorg jij ervoor dat jouw magazijn zo naadloos aansluit aan het beheer van de webwinkel? En als we het over fysieke producten hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over verzending. Hoe ga jij je producten verzenden? Wat voor levertijden kan jij je klanten beloven? Hoe hoog gaan de verzendkosten worden die je in rekening gaat brengen? En de producten die je gaat aanbieden? Heb je ook mooie productfoto's die je van de producten kan laten zien? Productfoto's zijn essentieel. Dus denk na hoe jij zo mooi mogelijk jouw producten in beeld kan brengen. En niet alleen hoe mooi mogelijk jij ze in beeld kan brengen, maar ook hoe die foto's aansluiten bij jouw huisstijl. Ik heb het nu vooral gehad over de achterliggende organisatie en het fysieke aspect achter je webwinkel. Maar je webwinkel zelf moet natuurlijk ook een bepaalde persoonlijkheid uitstralen, een bepaalde huisstijl. En die huisstijl moet je terugvinden in alles. In de kleuren die op de website gebruikt worden, in je logo, in de teksten van je site en, zoals genoemd, in de productfoto's. Dus nogmaals, zorg ervoor dat de achterliggende organisatie en het concept van je webwinkel geheel duidelijk is. De webwinkel is niks anders dan het oppervlak van je winkel, het visitekaartje van je winkel. Dus jij moet ervoor zorgen dat het visitekaartje en de achterliggende organisatie zo goed mogelijk samenwerken. En dat zorgt voor een krachtige webwinkel.